onlangs hebben Jacob en ik weer een bezoekje gebracht aan Kringloop Rattenplan Almere. Ik zal je wat beelden uit de winkel laten zien en laten zien wat we daar gekocht hebben. Allereerst kocht ik bij het kleingoed dit klein grappige kippetje. Hij kostte 75 cent en ja, eigenlijk probeer ik niet te veel prularia te kopen bij kringloopwinkels. Maar ik kon deze gewoon niet laten liggen. Ik vond het zo'n schatje. Ik zal eerlijk zijn, ik weet nog niet wat ik ermee ga doen en waar ik hem ga neerzetten. Dus misschien moet ik hem wel weer terugbrengen aan de kringloop, naar een kringloop. Maar op dat moment kon ik hem gewoon niet achterlaten. Kijk nou, wat een schattig kippetje. Voor 1 euro kocht ik bij de spulletjes dit hangpotje. Dit hangpotje voor een hangplantje. Een wit soort kegeltje met een zwart metalen koordje. En ik hou heel erg van planten in huis en ik vind hangplanten ook heel leuk. Dus ik hoop dat ik hier ook een mooi plekje voor kan vinden en er een leuk plantje in kan doen. Ik vond hem best wel leuk met die geometrische vorm. En ik dacht echt een mooi hangpotje. En 1 euro vond ik een koopje. Voor 3 euro kocht ik dit kookboek, Peen en Ui, van Herman de Blijker en Jaap van Rijn. Ik heb het eigenlijk voor mijn zus gekocht, die is erg van het koken. Dus dit is een cadeautje voor haar. Janne, als je dit ziet, dit boek heb ik voor jou gekocht. Voor 1 euro kocht ik deze witte sjaal. Mooi met wat gouddraad en franjes aan de zijkant. Ik vond het een erg mooi luchtig gevalletje en ik vind het heel fijn met dit warme weer ook. En als het zo zonnig is, dat je die sjaal soms een beetje over je heen kan doen om verbranding te voorkomen. Dan kocht ik voor 2 euro dit leuke blauw-wit gestreepte korte broekje. Leuk voor in de zomer. Ik vond het echt een vrolijk broekje. En voor 3,50 euro kocht ik deze witte blouse, origineel van Mango, met een mooi stikseltje erin. Dat is een erg elegant gevalletje, lekker luchtig ook voor de zomer. Heel content mee. Dan kocht ik bij de sieraden voor 1,25 euro een combinatie van deze ketting en dit armbandje. En ik vind het heel erg mooi omdat het echt van die steentjes zijn. Dus een hele natuurachtige ketting. De ketting vind ik helemaal fantastisch. Armbandjes draag ik zelf wat minder vaak. En ik zie mezelf ook niet gauw de twee tegelijk te dragen. Dus ik zit nog een beetje te twijfelen wat ik met het armbandje ga doen. Of ik die ga houden om ze toch zeg maar bij elkaar te laten blijven. Of dat ik dat armbandje los naar de kringloop breng. Ik ben zelf nooit echt van het combineren van sieraden. Omdat ik ooit één keer ergens in een tijdschrift heb gelezen. Je moet geen sieraden, dezelfde soort sieraden met elkaar combineren. Want dat staat tuttig en voorspelbaar. En daarom heb ik altijd als ik zeg maar een combinatie van sieraden zie, dat ik denk tuttig en voorspelbaar. Ik zie mezelf ook niet heel erg gauw combineren. Dus misschien dat ik alleen de ketting haal. Dan kochten we voor 50 cent nog een beachball set. Inclusief
balletje. Want we gingen meteen naar de kringloopwinkel door naar een weekendje Zeeland met vrienden. En we dachten, nou dan hebben we meteen een beachball setje mee. Dus dat is praktisch. Zo gezegd, zo gedaan. Dus nu hebben we voor 50 cent een beachball setje. En tot slot kocht ik voor 3 euro deze prachtige fotolijst. Mooie grote fotolijst met zo'n ouderwetse gouden metalen frame. Ja, ik vind het echt een plaatje om daar een hele mooie foto in te doen en dan ergens neer te zetten. Ja, ik hou daar heel erg van. Ik vind het zo classy staan, dus ik ben heel blij ook met deze aankoop. Nou, dat waren onze kringloopaankoopjes en een klein kijkje bij Rattenplan Almere. Breng zeker eens een bezoekje aan als je in de buurt bent, want het is echt een super fijne kringloopwinkel. En wat ze er ook nog hebben is een hele leuke kantine met allerlei heerlijkheden. Dus als je er toch heen gaat, maak er dan meteen een uitje van en neem wat lekkers in de kantine.